een stralende lentezon kwamen de Ajaxiden voor een van de laatste trainingen van dit seizoen naar buiten. Nog één keer worden de messen geslepen, dit keer voor het uitduel bij Excelsior. Ook al staat er voor beide teams niks meer op het spel. Dat wil niet zeggen dat de Ajaxiden minder gemotiveerd zullen zijn, denkt Matthijs de Ligt. Ja, gewoon een gevoel dat we de wedstrijd gewoon moeten winnen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de tweede plek al veilig gesteld. En ja, voor ons is het gewoon zaak om die laatste wedstrijd ook gewoon goed af te sluiten. Vast ook vooruit te kijken naar volgend jaar. En dan, alvast laten zien wat de supporters volgend jaar kunnen verwachten. Maar Excelsior uit is niet zomaar een makkelijke horde, want zo werd het vorig seizoen slechts 1-1. En dat weet de Ligt als geen ander. Van Duinen scoort! Excelsior op voorsprong tegen Ajax. Nou is Excelsior niet per definitie de makkelijkste tegenstander gebleken. In Rotterdam in ieder geval voor Ajax. Wat maakte Excelsior tot zo'n stugge ploeg? Ja, verschillende factoren denk ik. Het kunstgras, het is een klein veld. Ze spelen altijd compact. Het is moeilijk doorheen te komen. En ja, het is altijd voor Ajax wel moeilijk om daar te spelen. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Nu slechts de sportieve eer op het spel staat, heeft trainer Ten Hag al aangekondigd dat hij wellicht een andere spelers dan gebruikelijk speelminuten zal gunnen. De Ligt verwacht alleen niet dat er een heel ander Ajax zal staan in Rotterdam. Ik denk dat wij, ik heb geen idee, dat is aan de trainer. Vandaag op de training hebben we nog niks daarvan kunnen zien. Dus ja, het is gewoon afwachten. Ik bedoel, ik kan met iedereen spelen. Ik hoop dat ik zelf ook speel trouwens. Misschien zit ik ook op de wissel, dat weet ik niet. Maar we zullen het meemaken. En aan de jongens die normaal niet spelen, nu wel de kans zich te laten zien toch. De Ligt is een van de spelers in de selectie die het meest speelde dit seizoen. Alleen al in de Eredivisie kwam hij tot 32 wedstrijden waarin hij 3 goals maakte. Een druk seizoen dus, maar aan een wedstrijdje rust wilde pas 18-jarige captain niet denken. Als je zou mogen kiezen rust of spelen, dan is de keuze snel gemaakt voor jou? Ja, zeker. Spelen natuurlijk. Ja. Nee, het is altijd mooi om te spelen. En, laatste wedstrijd van het seizoen, dus dan wil je het ook goed afsluiten. Buiten het grote aantal wedstrijden kwamen er ook nog een hoop media-aandacht en een hoop sponsorverplichtingen bij voor de verdediger. De Ligt omschrijft dit seizoen dus vooral als... Ja, hectisch. Het begon natuurlijk heel slecht. Het is eigenlijk de hele seizoen lang is het eigenlijk bijna alleen maar negatief geweest. Er zijn weinig positieve punten vermeld. En ja, dat is gewoon jammer. Helemaal na natuurlijk vorig seizoen, waar bijna alles positief was, is het gewoon jammer dat het zo moet verlopen. Maar ik denk dat het voor ons als groep zijn er wel een goede les is geweest. En ja, hopelijk kunnen we dat meenemen naar... verder verloop van ons carrière. Ondanks een vaste basisplaats en zelfs de aanvoerdersband wil de Ligt ook niet spreken van een persoonlijk topseizoen. Top. Kijk, we hebben met Ajax niks bereikt, dus echt top kan je er niet van spreken, denk ik. Maar ik denk dat ik qua spel van mezelf een prima jaar heb gehad. Ik denk dat ik stroefjes begon, maar eigenlijk wedstrijd na wedstrijd steeds wat beter in mijn vel kwam. En ja, ik voel dat ik de laatste weken goed bezig ben en het team wint ook, dus dat is weer fijn. Echt het staartje van de competitie. Volgende week nog een vriendschappelijke wedstrijd in Abu Dhabi. Ben je blij dat het er dan op zit? Ik het liefst voetbal ik altijd wel. Maar ik moet zeggen, na zo'n slopend seizoen is het soms wel even lekker om even de rust te nemen en de batterij op te laden. En, dat is voor mij niet heel anders. Nog even één weekje knallen? Even één weekje knallen, ja.